De gemeente Haldenbergen onderzoekt of op de kop van de haven in Oudenbos aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Dit na aanleiding van het incident vrijdag toen een 82-jarige vrouw in de haven viel. Volgens de gemeente gaat het dan om reddingsmiddelen. De gemeente was al bezig met de aanschaf van redmiddelen voor de nieuwe haven. Het ongeval gebeurde vrijdag in het opgeknapte deel van de haven.